Het parastataalbedrijf Grasalco verkeert reeds geruime tijd in moeilijkheden. Dit mede vanwege een resolutie uit 2019 welke Grasalco scheidt van haar wettelijke inkomstenbronnen. De regering heeft aandacht voor deze situatie. In dit kader heeft de leiding van het bedrijf op woensdag 10 februari 2022 een vervolgontmoeting gehad met een delegatie onder leiding van president Chandrika Prasad Santokhi. Bij Grasalco is, je kan zeggen, één probleem. Er is in 2019 een resolutie uitgevaardigd dat Grasalco scheidt van haar wettelijke inkomstenbronnen. We verdienen uit, omdat we onze concessie, de Royal Hill, hebben afgestaan aan IM Gold om te mijnen. En daaruit verdienen we een deel uit de winstdeling, dus uit hun opbrengsten. Een deel daarvan, 6,5%, wordt per kwartaal overgemaakt. En daaruit, voor 2019, ontving Grasalco 20%. En u moet denken in de richting van zeker 4 miljoen of meer US dollar per kwartaal, per 3 maanden. Reken daaruit 20%. Dan had je genoeg middelen om te investeren. Maar daarnaast gaat er ook nog een 2% naar onze Royal Mint account in Canada. En die middelen zijn ook geparkeerd voor zeker 15 jaar tot 2035 of 2034. Dat is het probleem geweest voor Grasalco, dat je niet kan investeren, terwijl als je kijkt naar die periode van meneer Akin Botto, dan heeft hij uitgezet een investeringsprogramma binnen Grasalco om het bedrijf zelf efficiënt te maken, dat het bedrijf zelf kan draaien op haar eigen inkomsten. Maar midden in die investeringsprogramma zijn die middelen weggehaald. Dus we zijn daar met nul komen te liggen. En natuurlijk zijn die programma's dan afgebouwd. En wanneer je zo afbouwt, je reservemiddelen wat je hebt, die gaat steeds opdrogen, want je blijft kosten hebben. Daarnaast hebben we gezien dat Grasalco verouderde apparatuur heeft om te produceren. We doen steenslag en goud. Beide operaties zijn ook in 2019 stopgezet, omdat ze toen net hadden uitgerekend hoeveel ze nodig hadden om die machines te onderhouden of onderdelen te vervangen of zelfs een nieuwe te kopen bij die crusher te Royal Hill. Die middelen zijn weggegaan, men heeft dat niet kunnen doen. Dus men heeft ermee gewerkt, gerepareerd tot het niet meer kon en men heeft allebei de stopgezet. Wij zijn gekomen en wij zeggen van oké, we gaan kijken wat we hebben overgenomen, inventarisatie, we gaan dan kijken hoe we het bedrijf uit die problemen halen. En dat is wat in stilte gebeurt binnen het bedrijf. Daarna hebben we gewerkt aan imago-oppoetsing van het bedrijf. En dat is heel goed gegaan, omdat we ook een eigen televisieprogramma hebben, Takanga Grasalco, waar we die plannen en die mogelijkheden van Grasalco duidelijk maken aan de samenleving. Transparantie hebben we keihard erin gepompt, omdat we willen dat wanneer wij het bedrijf hebben hersteld en moeten overdragen aan een ander team, dat het voor hun moeilijker gaat moeten zijn om foutieve beslissingen te nemen. Dus dat is het probleem bij Grasalco, waardoor de middelen opgedroogd zijn. Je kan niet investeren, we hebben die machine gerehabiliteerd, maar uiteindelijk gaan ze achteruit. En iedereen weet dat als je een nieuwe machine hebt, dat die afschrijving veel minder is. Maar als je een machine hebt van 10 jaar oud, dan kan je geen. Dus dan zijn die afschrijvingen zodanig dat je niet kan praten over een gegarandeerde productie. En dat is het probleem. Die machines vallen steeds uit. Je kan niet aan leveringsorders voldoen. En dan krijg je problemen in je inkomstensfeer. Toch? Dus je uitgaven blijven dan drukken. We hebben zelf schulden overgenomen waarvan we sinds 2015 niet betaald. 2018, 2017. En het was behoorlijk, bijna boven de 5 miljoen. Natuurlijk, met die nieuwe investering blijf je ook schulden maken. Dus het is er ook een beetje geklommen. Dus die
crediteurenlast blijft drukken op die organisatie. Wat we draaien, verkopen we met winst, maar is niet genoeg om dat af te lossen. Dus eigenlijk die aflossingsspook, die crediteurenspook, moet weggehaald worden van Grasalco, zodat het bedrijf weer rustig kan plannen. Maar voor Grasalco is de toekomst gegarandeerd. Grandioos. Het is een sessie die we gaan hebben met de regering, omdat zij ook willen adviseren, net als wat ze met SLM hebben gehad. Wij hebben alle mogelijke scenario's uitgewerkt en vandaag voorgelegd aan de regering om te zien van kijk, dit zijn die stappen die we kunnen maken. Je kan het vervatten in twee grote stappen. Een stabilisatiefase, waar je dan stationair blijft, maar daarna ga je werken aan groei. En in beide fasen hebben we een behoefte aan investeringskapitaal aangekoppeld.